Je bent ook gewoon echt een huisje, heb je gebouwd in de grond. Graaf dan. Hey! Wat heb je? Wat een heb zee-egel. Je? Een zee-egel? Ja. Oh. Jezus. Ik zat door de zee. Oh, nooit. Nooit. Nee. Wat nu? Wat nu? Wat nu? Hallo Max. Hallo. Het moment is daar gekomen. Het moment is gewoon hier. Ik heb speciaal voor jou een bloemetje meegenomen. Dat vind ik echt heel lief. Dat bloemetje wil ik dat jij tot op de allerlaatste aflevering dat we dit gaan doen. Dat bloemetje moet in jouw inventory zitten. Ik zal hem veiligstellen in het midden van mijn inventory. Heel goed. Hij is veilig. Hij moet altijd bij jou zijn. Alright? Ik zal mijn best doen. En dan jou... Nou trouwens, ik wil jou ook die uitdaging geven, maar jij gaat sowieso een paar keer dood. Nee, oké, okay, we gaan het doen. Man. Jij krijgt okay. Een rode. En dat de is, reden... Kleur. Ja, dat is nice, dat is nice. Hé, yeah. Hey, inderdaad. Dat ik, ja. Ik bedoel, dat had ik al van nagedacht dat ik jou een gele gaf. Dat was natuurlijk het idee. En dan ik een rode, weet je? Ja, daarom. Dat was, true. Anyways, hoe zie ik er eigenlijk uit? Zie ik dat met F5? Ja, met F. Je ziet eruit zoals gewoon precies 2 jaar geleden dat ik jou voor het laatste Minecraft heb gezien. Hey. Oh man, dat je mij killde in mijn eigen opgejaagd serie. Ja. Oh man, dat was zo sad. Dat je van die netherite shijs. Dit keer in jouw serie wil ik een netherite zwaard. We gaan netherite. Alles doen. Deze hele netherite. Deze netherite. Hele serie draait gewoon om jouw Minecraft leren. We gaan Let's alles waarvan man. Jou niks snapt. Gaan we jou leren gewoon. Het gaat dat allemaal lukken. Dat is ook echt wel echt chill. Want dan kun ik me... Dan kun ik mij wel weer voorbereiden op maybe wel weer gewoon wat Minecraft ooit in mijn leven. Gewoon lekker Minecraften. Let's go. Maar ja, ik ben al bezig, van Minecraft? Gast. Hoeveel snap jij op het moment? Dat je een blok kan hakken door je linkermuisknop ingedrukt te houden op het blok. Dat klopt. En vervolgens, als je dat dan in jouw crafting dingetje doet, dan heb je in één keer planken. Dat weet ik allemaal nog. Vervolgens klopt. Met die 4 planken doe je zo en dan heb je in één keer een crafting table. Ja. En die crafting table kan je dan neerzetten. En vervolgens als je dan 2 planken boven elkaar, dat heb je sticks. Dat en als je ook. Dan vervolgens twee zo doet en dan een stikje eronder, dan heb je een zwaard. En dan kan ik jou dan een oplawaai mee verkopen. Dus dat is hoe dat het klopt. Werkt. Je dus snapt dat weet dat ik allemaal gedeelte nog. Ja. En dan kan ik ook nog zo doen en dan zo. Wat en dan heb ik een axe. En dan heb ik het niet over, weet je. Maar nee, dan heb klopt. Ik het gewoon over een dingetje waarmee je een nu nog efficiënter en sneller bomen kan hakken. Jeetje. Dus ik weet eigenlijk nog best wel veel. Je kennis van Minecraft is gewoon nog up-to-date. Maar snap je? Dan is wel de eerste volgende stap om een beetje steen te hakken. Want een hout is wel echt gewoon poep om dingen mee te doen. Dat is wel echt gewoon een beetje poep. Ja, dat is waar. Ja, dus okay, we gaan een waar. Beetje steen hakken. En ik vind dat ik een best mooie plek heb uitgekozen. Om gewoon ons Minecraft avontuur te beginnen. Je hebt echt goed je best gedaan. Ik heb echt Want mijn best Max gedaan. Max niet even verteld dat hij overal schat heeft begraven. Voor, ja, alles is vals gespeeld. Alles is ingespand. Nee, is niet waar. Tenminste, weet ik niet. Ik span net Nee, niks is voorbereid. Ik heb de wereld gewoon ingeladen en we gaan gewoon lekker spelen. Ik heb dat de crafting table leuk, gemaakt in leuk. De crafting table. Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb. Waarom heb je dat gedaan? Ja, dat is gewoon... ik ben gewoon een beetje helemaal van slag. Dat ik gewoon een keer met jou in Minecraft ben. Ja, het is wel echt wel leuk, man. Ja, het is wel gewoon Ik ben al voorbereid. Kijk eens. Zullen we de krachttables meenemen? We gaan kom maar. Ja, die kunnen ook hier blijven. We kunnen even een beetje steen hakken. Een klein beetje. Maar dat gaan we dus niet hier doen, toch? Dan gaan we de wereld verpesten. Oh, wacht. Ik zat even gelijk te praten. We gaan de wereld niet verpesten. Ja, precies. Wil je niet op avontuur? Gewoon even... We gaan gelijk op avontuur. Denk je nou echt dat als miners vroeger... Dachten, we hebben steen nodig, dat ze dan random in de grond gingen graven. In de grond gaan hakken. Ja, nee toch, dat ging niet zo. Nee, dat is inderdaad dan gingen waar, ze gewoon waar. Op zoek naar steen. Kijk, dat is helemaal, dat willen we niet. Nee, dat is water. Heb je ooit wel eens bijtjes gezien in Minecraft? Hé! Hey. Of ik hoorde nu eens zoomen. Ja! Daar valt je niet aan. Waarom sla je hem ook? Ja, weet ik veel! Nee! Ga weg! Ja, ze vallen op zich wel mee. Het is wel, als ze jou steken, dan gaan ze wel dood. Oh god. Au! Gast, hoe vaak steken die dingen mij? Bijen zijn echt gewoon best wel vriendelijk. Hey, zoomie erbij, gast. Heb je zoomie? Zoomie. Je bent direct chaos ook. Bijen zijn best wel vriendelijk ook gewoon, normaal. Nee, nou, dat zijn ze dus niet. Kijk ja, dan. Niet als je ze slaat. Oh, ze komen voor je. Achter je. Gast, hele zwerm. Laat me met rust houden. Ze gaan dood. Niks aan de hand. Ze gaan dood. Best wel sneu, maar ja, gewoon door Even tijd te nemen. Gast, ik ben ook echt bijna dood! What the f... Wacht, ik help wel. Ik ga ook goed slaan. Lekker bijen slaan. Dat had ik ook niet verwacht om zo te beginnen. Nee, ja, hallo. Jij zegt, heb je al bijen gezien? Ik denk, die moeten we killen of zo. Nee, je hebt er ook echt niks aan als je hem dood maakt. Het is alleen zielig gewoon. Meen je niet. Dit was echt all for nothing. Dat ik echt maar 4 hartjes over heb. ze droppen niks als je ze dood. Oh, dat is lijp. Oké, wacht. Het is tijd voor iets, Max.
Waar ben jij? Ik ben je ook gewoon kwijt door deze chaos. En heb ik ook honger. Ja. Ja, ik ook. Oh, je bent daar. Ah. Ja, ik zit hier alweer een beetje fucked up hier. Oké, okay, zo. Wat ben je aan het doen? Ja, I don't know, man. In ik wil water gewoon even wat steen. Echt hier. Ja, ik zit te kijken okay, hoe we dat gaan doen. Wacht, laten we. Ik zag hier nog een beter plekje. Kom. Oh, die stomme bijen zijn er nog. Ja. Vermoord hem. Je hebt een zwaard. Ja, dat... ik doe mijn best. Hé, hey, bamboe. Bamboe, dat is sugarcane. Oh. Ah, die bijen zijn weer. Die bijen zijn nog steeds. Irritant, jongen. Oh, ik dacht echt dat het bamboe was. Geen bamboe. Nee, dat is sugarcane. Ik heb het echt altijd bamboe genoemd. Oh, maar je hebt ook bamboe, maar dat is in de jungle, is dat. Oh. Ik volg jou ook trouwens een beetje. Ik weet niet waar je allemaal van plan bent om naartoe te lopen. Ja, ik ook zelf nog even niet, hoor. Ik volg je. We gaan gewoon even goed inspecteren hoe jij normaal Minecraft-wereld start. Ja, nou, dan zou ik zeggen, laten we dat even wat steen fixen, want we hebben honger. Ik kan niet meer sprinten. Ja, dat bedoel ik. Laten we steen fixen, want we hebben honger. Ja, want dan maken wij een furnace. Ja. En dan gaan wij dat bakken. Ja. En voor je het weet, doen we het allemaal weer met gemakkes. Dat klopt. Snap je? Maar laten we dan gewoon de grond ingaan, want we rennen nu naar niks. Jawel. Ik heb wel een plan. Oké, ja, ik kan alleen niet sprinten. Ik heb een plan. Jij hebt een plan. Dan ga ik een boompje hakken, want ik kan niet meer sprinten. Kijk, zie. There you go, man. Ik ben er al. Hier. Hey, je bent gewoon steen aan het hakken. Ja, gast. Kijk. Ja, oké. Je bent wel goed bezig. Ik zit in een grot. Alleen nog even wat... Hoe heet dat ook alweer? Kool. Kool. Ja, dat moet je sowieso moeten we dat even hebben. Als ik nou gewoon wat dieren zoek, al moet ik zeggen, het is hier wel echt heel uitgestorven in de savanne. Ja. Ja, ik heb al best wel wat geslacht, hoor. Ja, ik ga ook wel eventjes... ik weet niet wat ik aan doen ben. Ik moet nog eventjes een schep hebben. Ik ga even hier gewoon lekker een kippie slachten. Nice. Als jij dan de furnace regelt, gaan we in ieder geval zorgen dat we kunnen eten. En dan het doel voor deze aflevering is en een huis en eten. Zo, hou het lekker simpel. Je legt de lat gewoon wel hoog. Nee, dat... ik noem het simpel, je moet de lat hoog leggen. Ja, gast. Ja, oké. Nee, een huis en eten is in principe prima te doen. Dat heb je zo gedaan. Even kijken, hoor. Maar het is hier echt mooi ook gewoon. Heb jij die roze boompjes ooit wel eens gezien? Ja, net. Nou, nou oké. Ja, top, raar. Wat vond je? Ja, ik vond ze wel vet. Ja. Ik denk, nou, misschien heb je ooit wel eens een keer iets gezien. Ik vond het wel leuk. Ik heb kool gevonden, Max. Heb je ook een furnace al boven hier? Want het wordt donker. Nee. En je had wel wol, zag ik. Ja. Oh, je wil een bed. Je wil een nest. Gaan even... Oeh, dat is precies goed. Dan kunnen we één bed maken. Ja, dan kunnen we één bed maken. Kijk, je zat me wel uit te lachen net met dat schaap. Maar hé, zo zie je maar weer. Nou, ik zat je nu uit te lachen met die bijen. Dat was toch even waardevol. Ja, dat was toch wel even Oké, je zat me inderdaad uit te lachen om de bijen, dat is waar. Het is wat het is. Waar het ben is jij wat nu? Het is. Ik ben bij de crafting table hierboven. Die waren geplaatst. Okay, in het donker. Helemaal alleen. Is het al echt gewoon Ja, het is donker. Helemaal gewoon midden in de nacht nu. Dat meen je niet. Ja, het is echt al... het is Hoe snel doe je gegaan. Iets snel in je inventory? Met shift, hè? Ja, met shift. Kijk, je kan het nog wel goed. Zo doen we dat. Ja, zo gaat dat, hè. Maak even een mooi actie hier zo. En dan ga ik een kistje maken. Dan hebben we heel even hier gewoon een overlevingsplekje voor onszelf. Ik ben hier ook even wat vlees aan het maken, want anders ga ik dood. Maar, en ik dan? Ja, jij komt eraan, of... Waar ben jij überhaupt? Ben jij boven een grondzaal, of...? Ondergrond. Nog steeds ondergrond? Ja! Oh mijn god, en wat... Ja. Oh, je hebt nu een betere pickaxe, heb je. Ja. Ik maak mijn eigen furnace Ik heb het allemaal niet verleerd. Het gaat allemaal nog best. Ja, oké. Maar ik moet wel echt even eten, want ik ben wel echt een dying man. Ja, ik ben hier ook nu beneden allemaal kool weg te hakken, maar ik ben gewoon beneden daar. Gewoon die grot ben ik ingelopen, snap je dan? Die grote of dat kleine grotje hier? Ja, die grote, ja, die grote. Oh, wel die grote, ja. Ja, zie je mijn nametag niet? Nou, het is dus donker, dus dan zie ik sowieso heel weinig. Oh, kut, een spin. Oh. Oh man, alles gaat goed. Ik ga nu de grot in, we gaan even kijken. Ja, nice. Oh, lekker, ik kan choppen. Ik heb ook eten voor jou. Oh, ja, ik zie jou. Oh, ja. Joh. Kijk nou wat. Je bent ook gewoon echt een huisje, heb je gebouwd in de grot. Het dirt. Je hebt jezelf echt gewoon veilig lekker knus gemaakt. Nou, ik ga ook nog een kool voor je hakken. Dan hebben we even wat nikkel. Ik heb sjijs voor jou, hè? Heb je eten? Ja. Oh, en als we boven komen wachten, nog meer eten op ons? Maar ik zal weer dit kool hakken. Ik kan ook wat toortjes maken. Ja, dit gaat oprecht wel goed hoor, zo. Je huisje vind ik wel echt heel leuk hier. Gewoon een soort lekker knussen. Een holletje hier. Mag ik heb wel letterlijk mijn eigen grot gemaakt. Gewoon. Je hebt echt een grotje. Dat is niet wat ik had verwacht, maar dit telt ook als huis. Stel jij wil een grot, dan vind ik dat helemaal prima. Oh, nee. We gaan wel een huisje bovengronds maken, hoor. Maar we moeten even wat spullen hebben, gewoon. Hier, kijk, dan zoek ik even wat licht in je grot. Hier, Max, kijk eens. Hier. Werkt dat? Heb je het? Wat? Oh, ik had die kip ook al gepakt eruit en opgegeten.
Oh. Ik weet niet, wacht, dan delen we deze. Dan zit het goed. Want boven hebben we nog meer kip. Nice. Hey, je hebt wel toortjes. Ja, ik heb toortjes. Ik ga nog wel even kool raken. Misschien zijn ze wat ijzer of zo, weet je? Even kijken. Ik ga hebben we hier allemaal? Ik heb gewoon ijzer gevonden hier. Wie weet hebben we straks gewoon al ijzer armor. Dat zou wel heel lijp zijn. Dat is voor jou. Dat gaan we wel heel hard. Ja, ik wou het zeggen. Even kijken hoor. Oké, ik moet zeggen, ik heb het allemaal redelijk onder controle nu. Wanneer heb jij voor het laatst Minecraft gespeeld? Past echt. Letterlijk sinds opgejaagd. Sinds opgejaagd volgens mij. Ja, letterlijk. Ja, ook letterlijk. Nooit meer daartussendoor een keer opgestart gewoon of zo? Nee. Oh mijn god. Is dit gewoon weer exclusief een primeurtje? Ja, dit is echt wel een primeurtje, ja. Ik moet zeggen, ik vind het best wel rustgevend, man. Ja, het is het Minecraft spelen. Het begin is altijd leuk. Alleen voor jou is het natuurlijk altijd gewoon, als je het uitspeelt, is het uitgespeeld. Precies. Op een gegeven moment ga je glijbanen maken en dan is het klaar. Dan is het gewoon Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. We hebben een aantal doelen. Ja. Ik heb een aantal doelen gewoon gesteld. Ja, monsters vermoorden en zo. Ja, monsters vermoorden. Gewoon elke boss die er is in Minecraft, dat zijn er maar een paar. Je hebt de Ender Dragon, je hebt de Warden. Tegenwoordig heb je ook de Breeze. Die heb ik zelf ook nog nooit gevonden. Dat is een nieuwe gekkigheid allemaal. De Breeze. De Breeze. Okay. En nog eentje. De Wither. Als we die verslagen hebben, dan is het al gewoon mooi geweest. Oké. Okay. Ik heb ook bijvoorbeeld nog nooit de Ender Dragon verslagen. Nog nooit. Nee. Nog nooit? Nog nooit? Ja, dan gaan we dat 100% doen. Ja, dat gaan we doen. Yo, let's go, man. Dat. Wow, yo. Dat gaan we doen, yo. Let's go. Down like a clown. De Ender Dragon verslagen. Gewoon echt. In principe is dat ook best wel simpel. Als je erover nog nooit gedaan. Ik heb er wel heel veel filmpjes van gezien. Van Dream, weet je wel. Die dat tutorials. Dan doet. Ja, niet eens tutorials. Gewoon insane ass guys die dat gewoon doen met alle gemakkes. Weet binnen je. No time gewoon. Precies. De speedruns. Ja. Binnen no time. Hey, wat is dat blauwe blok wat een soort van licht geeft? Of is hier gewoon... Oh, dat zijn... volgens mij zijn dat een soort van vines wat je ziet. Gewoon natuur. Het is gewoon natuur wat je ziet in de grot. Is gewoon natuur. Wat is trouwens het niveau daar tegen we spelen? Hoe bedoel je? Niveau? Oh, volgens mij gewoon op hard spelen we. Op hard? Ja, volgens mij wel. Oh ja. Okay. Ja, dat red je wel. Je bent nog niet dood gegaan, hè? Nee, hey, we hebben allebei ons eerste monster geslacht. Ja. We staan gewoon samen. Een skeletoni macaroni. Even kijken hoor. Die willen we dan even hier. Zo, ik heb wel flink gekopt. Er zitten gewoon allemaal pijlen in mijn kop. Oh, je had ook echt een skelet tegen je. Die zijn zo vervelend. Die zijn zo sterk ook. Dat is echt niet normaal. Als je geen armor hebt, je bent gewoon fucked. Oké, zullen we zo ergens weer meeten? Want ik ben nu wel lekker gewoon aan het minen in de grot. Ja? Ik heb al bijna 30 ijzer, dus dat gaat ook de goede kant op. Oh, zo, wat? Hoe kom je daar nou weer aan? Ja, gewoon een beetje rondlopen, ijzerrakken. Ah, nerds. Wat? Zij nou? Nerds. Nerds? Ja. Is dat een Nederlandse? Wat, of zo? IJzernerds. Oh, ijzernerds. Is het niet erts gewoon? I don't know, to be honest. Nerds. Wat zeg je nou? Nerds. 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 Nee, ik heb laatst nog van ons een... Hé, ik heb ook nerds gevonden. Je nog? Oh nee, baby zombie. Oh nee. Nee. Oh, ik kom nu naar boven. Baby zombies zijn niet leuk. Don't die, bro. Nee, ik kom terug. Nice. Gewoon even de loot veiligstellen met de nerds. Wat heb je? Een zeeegel! Een zeeegel? Ja. Wat? Een zeeegel? Help. Ik kan me niet voor me zien wat je nu bedoelt met een zee... Ja. Oh, zilvervis! Het is zo'n... Oh, ik denk, wat bedoel jij met een zeeegel? Ah, gast, die dingen doen fucking veel damage! Wat is dit? Rennen. Hey, kom hier. Hey. Ik help je. Even gewoon zeeegels vermoorden. Zo. Hey, oh, skeleton ook nog. Gewoon wegrennen hier. Gewoon hierheen. Waar is het? Paniek! Nog een zeeegel! Nee, kom hier naar je huisje. Je huisje is veilig. Je grotje. Yeah. Ga je het overleven? Ik ga dood. Nee, ik heb hem. Heb je hem? Er staan wel niet deze kant op komen. Er staat een skeleton en een zombie. Ik zit hier nu echt in een donker hok. En ik heb geen ophalen. Eten. Ik heb wat kippies. Ga ik even nu ophalen. En dan kom ik jou gewoon redden. Ja. Ik heb 3 kippies. Ik ga er zelf eentje eten. Oh my days, bro. Maar het wordt dag, dus laten we ook gezellig zo naar boven gaan. Gewoon weer veilig. Ja. Dan hebben we onze mine sessie gedaan. Oh my days, bro. Egels. Ja. Wat zijn het dan? Ja, zilvervis. Die zit er echt altijd al gewoon in. Dat jij dat niet kent. Dat is wel grappig. Ja, je hebt nooit de Ender Dragon verslagen natuurlijk. Ja, ik ken het wel. Maar ja. Hier, ik kom naar je toe. Pas op. Ja, die dingen komen uit blokken komen. Die moet hier niet meer hakken hier. Oh, kijk. Ik heb 1,5 hartje. Geef me kip. Hier heb je kip. Je hebt een nieuw huisje gemaakt, ook leuk. Oh my. Wacht, hier links is je huisje, als we hier doorlopen.
Dan gaan we gelijk naar boven. Okay. Hier. Ik zal wel doorrennen, want er staat een skelet volgens mij hier ergens. Wil je nog spullen van je huisje mee? Hier? Nee. Dit laten we staan gewoon. Ja, ik kan zeggen, kool, dat is wel handig gewoon. Kijk, het is... Ah! Oh nee. Oh, rennen. Oh nee, skeleton. Oh. Oh nee, gewoon rennen. Ik weet niet waar je bent. Oh, je bent er niet. Oh, je bent daar, ja. Oh. Zon, pak hem. Zon, pak hem. Zon, pak hem. Zon, zon. Het skelet is echt irritant. Zon, pak hem. Zet hem in de fik. Het gaat goed. Zet hem in de hands. Zet hem in de hands. Uit, ik ben er. Ik ben daar. En ik ben hier. Dan hebben we onze eerste mindsessie gewoon overleefd. Dat is meestal de gevaarlijkste nacht. Of de gevaarlijkste sessie die je hebt. Dat was echt... het was verschrikkelijk. Maar hey. We did it, man. We did it. We hebben het gewoon gedaan. Je geeft toch van die crit hits door te springen, hè? Door te vallen. Zeg maar, niet springen, maar op het moment dat je naar beneden zakt weer. Dan ja, geef je een crit. Oké, een crafting tabletje staat daar. En dan hebben we gewoon heel wat ijzer ook. Hoeveel ijzer heb jij? 7. Oeh. Ah, dat is toch nice, hè? Ja, dat is toch goeie. Dat is toch goeie. Kijk, hier hebben we ons kissie. Ons kissie gewoon. Ik zou zeggen dat we boven op een berg gaan leven. Gewoon, oké. Okay. Waar? Jij mag helemaal kiezen. Ja, ik zie dat je al naar die berg daar kijkt. Ja. Moet je daarheen? Gaan we er nu heen? Ja. Oké, okay, wacht. Ik ga mijn spullen pakken. Ik denk wel echt even dat we wat vreten moeten zoeken. Laten we gewoon alles en iedereen killen wat we onderweg tegenkomen. Ja, want, Later maken we wel een dierenfarmpje, maar nu gewoon even slachten inderdaad. Ja. Het bos staat in de fik hier rechts. Wat zonde, zo'n mooi bos. Waar dan? Hier. Brand helemaal af. Ja. Huh? Kan dat dan? Ja, is niet ons probleem. Nee, precies. Wil je echt boven op een berg wonen? Niet helemaal misschien. Hey. Hier is het dan mooi gewoon. En we kunnen ook 2 bedden maken. We kunnen gewoon de nacht overslaan. Dat is nice. Dat is heel nice. Hop. Ik heb wel nog de tijden gekend dat je in Minecraft niks had aan een schaap killen. Het gaf gewoon geen vlees. Nee, dat was alleen wol was het gewoon inderdaad. Ja, dan had je op zich een bed, maar daarnaast had je inderdaad helemaal niks eraan. Nope. Oh, ik kan niet meer rennen. Schaapjes. Ik heb, als we hier nou even gewoon heel even settelen. Hier, is op zich ook wel een mooi plekje. Is goed. Killen we nog even deze beesten, pak die varkens. Okay, kijk hier, het bos hier is half afgebrand. What the fuck? What the hell, gast? Kunnen jullie ook gewoon een roze huis maken als je wilt? Een roze huis? Ja. Deze bomen geven roze planken. Ik dacht dat wij gewoon samen Minecraft gingen spelen. Ik wist niet dat we met Henkie ook gingen spelen. Okay, even kijken, dat ga ik ook nog. Oh ja, dat kan ook. Hier heb ik nog meer eten. Kijk, stop. Ja, snap je? Dan ga ik voor jou maken gewoon. Ik heb geen hout. Oh, je hebt wel hout hier. Dan krijg jij van mij ten eerste een goed zwaardje. Hier, kijk. Je had de kalm, maar toch bedankt. Nee, echt? Oh nee! Nee, nevermind. Oh, ik wou het zeggen. Nee, dat had ik niet. Thanks, maat. Thanks. Oké, dan krijg je ook... Ik ga gewoon allemaal goede dingen maken voor ons. Zo, die is voor mij, die is voor jou en die is voor mij. Hier heb je een pickaxe. Oh. We gaan helemaal lijp gewoon. Dat is wel ziek, hè. En je krijgt deze ook... Deze bloemetjes moeten weg. Zo. Hier, ik krijg schoenen. Lijpe drip. Nice. Kijk even, what are those? Zo, there you go. Wil jij een huisje bouwen? Gewoon, het mag heel simpel zijn. Het gaat echt niet om dat het mooi is of leuk of weet ik wat. Het moet er gewoon veilig zijn. Ja, dat is goed. Dat is goed. Dan zou ik zeggen... wat vlees nog eten en zo. Als we hier gaan wonen, gaat hij oprecht roze worden. Maar dat maakt niet uit. Door het hout. Nee, hier gaan we niet wonen. Nee. Nee, dit wordt hier gingen niet. We heel eventjes gewoon wat vlees maken en sjijs. Ja, oké. En dan zijn we gewoon weer pias hier, hoor. Ik vind het echt niet eruit zien hier. Het ziet er echt niet uit. Nee, ik vind het heel mooi, maar prima, ga je gewoon. Come on, nou, het ziet er niet uit. Nee, ik heb wel een idee. Je beter idee. Wat chest niet. Hey, dat is wel handig, daar gooi ik even mijn rommel in. Ik heb ook nog een leuke muts voor je. Ja, je wil eigenlijk gewoon dat ik mezelf beter bescherm, want je altijd bang dat ik dood ga. Ja, ik snap het wel. Ik zorg voor je. Ja, precies. Even een goede schep, zo, dan heb ik in ieder geval gewoon goede tools. Alleen nog een bijl. Een schep inderdaad. Een bijl. Een schep is een hele goeie. Ja, hè? Ja. Kijk, nog een bij. Voortaan gewoon niet aanvallen. Nee, dat ga ik echt niet doen, man. Nou, klaar met die beesten. Ja, het eerste instinct van jou is gewoon een bijslaan. Ja, ik weet ook niet eens waarom eigenlijk. Ja, ik vind het gewoon kutbeesten. Vooral wespen eigenlijk. Vooral wespen. Ik kan zeggen, deze bij in Minecraft zijn ze best wel vriendelijk gewoon. Ik ben ooit als kind gestoken door een bij. Door een bij? Ja. En dus sinds toen hij ging gewoon... te dood, toen begreep ik nog niet waarom. Maar ja, now I know, you know. Maar toen wist ik dat nog niet. Was dat gewoon een mystery? Wacht, je hebt het zo gedaan, ja. Ik snap lekker verdeeld. Ja. Precies. Oké, dan hebben we een beetje eten. Bloemetjes weg. Heb jij nog wol? Ja, 6. Als jij hier, dan geef ik deze aan jou. En deze, dan kan jij 2 bedden maken. Saas? Ja, Saas.
Sas? Ja, ik weet hoe dat moet hoor. Ja, ik weet het echt. Kijk maar, zie je? Hop, en hop, en there you go. I got two beds. Two beds. You know? Okay. Maar dan moet je zelf bewaren nog, want we hebben er niks aan. Hier weg. Ik had ook in de kist doen. Bones niet, dat hebben we nodig. Feathers is ook wel handig. Kobelsteen. Kobelsteen. Oh, ik denk, waarom zeg je dat zo? Maar dat is natuurlijk van jou, Microsoft. Ja, kobelsteen. Grey wool. Oké, hartstikke mooi. Hé, ik heb nog raw iron. Bye. Ik heb voor jou ook nog een jasje. Nee, helemaal gewoon goed beschermd dit. Dat is wel beter. Ik kan het zeggen, je hebt het nodig. Het is ook wel altijd zo, heb ik het idee. Ik ben altijd de lul op Minecraft. Gewoon, ja, daarom, you know? Daarom. Ik ben vast aan het voorbereiden op dat moment. Ja, het is wel gewoon zo. Ik ben net wel met je, wat waren het? Egels die in één keer tevoorschijn kwamen. Die zee-egels die waren fucked up. Zee-egels. Ja, is zijn. De zee-egels. En? Om het af te sluiten, een broekie. Ik ben gewoon op full armor en jij hebt niks. Ja, nee, maakt niet uit. Komt goed. Jij hebt gewoon... Nee, jij neemt mijn schoenen, gast, hier. Nee, maar dat waren de eerste die ik je gaf. Doe dan... Oh. Doe je broek maar. Doe dan... Doe je broek. Ik wil je broek wel. Of ben jij de bovenste helft en ik de onderste helft gewoon. Jij hebt de broek aan in de relatie, ik zie het al. Oké, okay, ja, we kunnen weg. We zijn ready. Let's go. Laten we gewoon weer verhuizen. Ja. Voor de derde keer. Ja. Oh! Nou, weet je, prima. Oh. Net alles wat je bent. Ik heb net alles gesorteerd. Hoe gooi ik het gelijk eruit? Is dat met control indrukken of zo? Als je gewoon eroverheen oefent en dan met gewoon control. Gewoon met kutje bui. Gewoon met kutje bui. Dat onthoud ik wel. Kutje bui. Gewoon kutje bui. Dat onthoud ik wel. Kutje bui. Zo, there you go. Oh, dat is echt een goed ezelsbruggetje, gast. Nou, dan ga ik het oprecht onthouden. Kutje bui. Kutje bui. Dan gooi je het gewoon weg. Jutje, nou, dat is gewoon bui. Okay. Dan gaan we weer verhuizen. Waar gaan we heen? Ja, doei. Waarom slijm nou weer? Doei. Oh, bijna direct je karma. En die bij komt ook weer voor. Ze komen ook met z'n drieën. Nee. Waarom doe je dat dan ook weer? Ja, gewoon voor de lol. Oh, het zijn er echt veel. Het is echt een zwerm gewoon hier. Oh, jij kijk ze achter je. Ah, boeien. Ze doen mij niks. Nee, oké. Okay, ze doen jou niks. Je bent snel. Zie? Daarom. Dag, bij. Bij. We zeggen bui tegen de bij. Ik ga wel de sneeuw over. Ja. Ja, dit ziet er al beter uit, man. Ja, dit is leuk. De sneeuw door. Oh. Waar ga je heen? Liepen. Ja, ik had even een vastloper. Ja, daar gaan we. Oh, doe dat echt? Huh? Ik dacht dat het nooit meer kon, sneeuwballen gooien. Oh, je moet wel oppassen trouwens voor powdered snow. Dat heb je tegenwoordig. Zak je daar doorheen of zo? Daar zak je doorheen. Ja, bevries je. Dan ga je dood. Wat? Hey! Direct gebeurt dit ook. Dit verzin je niet. Hoe kan je dat nou nu zeggen? Het gebeurt nu. Het eerste wat er gebeurt is dat je de powdered snow inzakt. Ongelooflijk. Oké, op het ijs zijn we wel fijn. Oh, waarom gaan we ook echt hier? Hier is niks voor ons hierboven. Jawel, gast. Geen hout. Oh. Wel. Oh, mijn god. Oh, hierachter is een mooi bos. Of niet? Ja, jij mag kiezen waar we gaan wonen. Ja, you know. Ik ben even... Dat goed. Oh, mijn god. Hey, wel een mooie vallei hier zo meteen. Ja, kijk. Zie, dit gaat gewoon prima. Ja, gaat prima. Hier even oppassen voor het sneeuw. Dat je niet ineens wegzakt. Nee joh. Nee, komt goed trouwens. Sterker dan de sneeuw. Kijk, dit lijkt er. Zie je wel, Max? Ja, dit Snap is wel een mooi plekje om gewoon dit te wonen. Dit is nice, hè? Dit ik is wil het eigenlijk gewoon. Hier het huis dat we dit als uitzicht hebben, gast. Alsof we gewoon... Op het sneeuw? Alsof we een soort van in een vallei bij het Gardameer wonen, snap je? Dus ik wil hier naar Maar dan huis. Zonder het meer, oké. Okay. Ja, en dan heb je ook aan die kant een uitzicht. Dan hebben we ook daar een mooi uitzicht. Ja. Hoe heb je gelijk zoveel? Als je dat zo heel blok hebt, dan krijg je gewoon echt heel veel. Je kan echt stacks aan die dingen krijgen, gewoon. Oh, dit gaat escaleren. Dat voel je al. Oh, maar je stuurt alles zo. Hou op. Oké, het wordt donker. Laten we... Hey, man! Oké. Laten we ons huisje bouwen hier. Ja. We hebben blokken nodig. We hebben hout nodig hiervoor. We kunnen in ieder geval onze bedden neerzetten. Door gewoon te zeggen zo. En dan de bedden ernaast. Je gaat sneeuw. Ja, ik wist het. Ik wist het. Oh, switch. Nee, hoeveel sneeuwballen heb je? Hoeveel heb je er nog meer? Man! Hou op! Ik moet mijn bloemetje beschermen. Ik heb nog steeds hetzelfde slot.
Hoe voel ik je? Nou weet je dat je nog meer hebt. Hoe kan dat? Hoe kan dit? Je hele inventory moet vol zitten met sneeuw. Met sneeuwballen. Oké, nou heb ik niet meer. Okay, nou heb ik niet meer. It's all over. It's op. Man, ik wist het. Ik wist het. Ik kon niet anders gewoon. Oké, nou heb ik echt niet meer. Nu heb ik echt niet. Hey, dit, kijk, die lavapool wil ik ook houden, man. Dat is lijp. Hoezo? Ja, dan hebben we gewoon, dan hebben we altijd gewoon de realisatie met wat de natuur allemaal te bieden heeft. Oh! Jezus. Ik zag door de Roy! Nee! Wat nu? Graven met je shovel. Graven met je schep. Graven. Oh nee, ik zak er ook doorheen, wacht. Je moet met je schep graven. Ja, doe ik. Om je heen. Hak het helemaal weg. Oh, ik moet ook oppassen. Lukt het? Ga je dood of red je het? Ik ben oké. Hier, kom. Waarom hier is het veilig? Je herkent het aan het blok. Kijk, je ziet een beetje dat dit sneeuw er anders uitziet. Het ziet er net een beetje anders uit, gewoon. Ja, fucking hell, ouwe. Man, pas op voor de sneeuw. Jij wil hier echt wonen. Ja. Ik kom je Ga helpen. Weg! Ik word echt helemaal... Helemaal lijf. Oké. Okay. Pijn in mijn klauw van het shift indrukken en controle. Al die rommel. Wacht, laten we even slapen. Jij hebt de bedden bij je. Oké. Bij nader inzien... Ja? Nou, alsnog daar wel boven wonen, is wel lijp hoor. Ik was echt, alles staat al boven. Ik heb onze hele inventaris staan neergezet. We gaan erheen. Maar laten we eens wat hout hakken dan, gewoon een klein beetje. Dat we gewoon even een veilig plekje hebben om te wonen en dan is het mooi, weet je? Bro. Jeetje, gast. Zit je er nog een keer insprong. Dat was echt gekkigheid. Weet je? YOLO. Hé, hey, je komt. Jezus. Wat is dat voor rimpen? YOLO. YOLO, you know. Je weet hoe ik holen. Rauwels. Oké, 18 hout. Hé, dat is een zombie villager. Oh, jij bent echt tyfusleed. Man. Meestal zijn die dingen best nuttig later in de game. Hij is dood. Maar niet voor ons. Nope. Nou, dan kan je hem curen, toch? Ja, dan kan je hem inderdaad genezen. Ik weet al hoe dat gaat. Ja, wel inderdaad een beetje Minecraft kennis. Ik heb 20 hout, dat is genoeg. We gaan echt gewoon een Minecraft kennis, zijn naam is Max. De encyclopedie. Zo, nou, ik heb best wat hout nu. Zullen we nu echt slapen? Ja. Gewoon een bedje neerzetten, tukkie doen. Want die heb jij toch, de bedden? Ja, ik zak weer die kutzooi. Je moet opletten. We gaan even. Je moet goed kijken naar de sneeuw. Je gaat nu weer door de powdered snow naar. Ik word er echt helemaal tegengestoord van. Oh mijn god. Ja, maar dat had ik net helemaal niet. Nee. Wat is dat nou? Kom, volg mij. Hoe kan ik dit zien? Powdered snow. Je moet het weghakken. Nee, kijk. Als je het verschil van dit sneeuwblokje en dit sneeuwblokje ziet. Dat is het minimale wat je ertussen ziet. Ik zie echt letterlijk geen verschil. Nee. Dat is geen powdered snow en die wel. Oké. Damn, bro. Oké. We gaan via hier, kom. Zo. Ja. We gaan op deze manier. Kijk, dit is allemaal powdered snow hier. Dus als we gewoon... Even kijken. Eromheen gaan. Hier zo. Gaan we er gewoon omheen. En dan dit is allemaal geen powdered snow. Mm. Dan is hier weer wel powdered snow. Dan gaan we eromheen. Klein foutje. Ja, die gaat goed. Goed doorheen. Oh, jij bent zo irritant. Oké, daar zijn we dan gewoon weer. Hier, zijn we veilig. Helemaal veilig gewoon. Heb ik een heel mooi klusje voor jou straks. Nou? Jij mag al dat powdered snow weghalen, gast. Hoezo? Ja. We moeten gewoon een pad maken een keertje. Dat moet gewoon weg. Het is echt ding irritant. Oké, even kijken. Zo, in de kist. Als jij de bedden plaatst, dan kunnen we een tukkie doen. Ja. Ga nou eerst het huis bouwen. Ja. Kijk, okay, en een beetje sneeuw erin terug laten komen, weet je. Ja, gewoon voor de leuk, weet je. Gewoon, omdat het kan. Waar wil je de deur hebben? Eigenlijk wel een uitzicht. Dus dit moet zo meteen weg. Hier moeten we een raam hebben. Hier moet een raam. Gewoon, zullen we zo'n modern raam doen? Dat die helemaal tot de grond komt. Ja, hier moet eigenlijk zelfs een balkon komen. Hier wil ik een balkon met van die hekjes eromheen. We moeten slapen, er komen monsters aan! Nou, dat maakt er niet uit, joh. Hier, kijk maar, wat wil die doen? Hij is fucking shit. Hier. Oké. Hier. Houd op, gek. Hier, dan gaan we met slabs. Dan kunnen we een balkonnetje maken gelijk zo. Ja.
En dan moeten daar van die pilaartjes onder komen, ook al heb je dat eigenlijk niet nodig, weet je. Maar het harde, voor het mooi. Is, is, zo, dit spreekt genoeg, hè? Dit zo. Oh, ik zie een creeper. Okay. Oh, nee. Hé, hey, die pak ik even. Hey, die pak dat is wel een huis, zo. Ja, maar we hebben een balkon. We hebben een uitbouw. Ja, oké. Okay. Dat is beter. Heb jij de toortjes bij je? Oh nee, trouwens, ik kan wel toortjes maken. Ik heb wel toortjes. Mooi dat je gewoon nog steeds niet de bed hebt geplaatst. Nee, dat hoeft toch gewoon niet. Dat is niet nodig gewoon inmiddels. Nee joh, nee joh, nee joh. Moet even gewoon... Zo. 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 Ik ga op opdracht van jou, ga ik het balkonnetje gewoon helemaal mooi maken. Ja. Ja. Kijk, doen we zo. Ja man, dit is nice, gast. Kijk. Zo. Hier kunnen we samen in de ochtend even koffie doen, weet je? Koffietje. Gewoon even op het, van het uitzicht genieten. Zo. Kijk, ja. Even pilaar aan de onderkant, zoals je kijk, wilde dat die ook gewoon mooi is. Kijk, zo chillen. Juist. Snap je? En dan ja, wil ik hier geen creepers hebben. Dus hier moeten we eigenlijk ook even iets doen. En dan komt het helemaal goed. Kijk, en dan doen we hier ook een gate. Dan kunnen we er ook gewoon hier uit als we willen. Zo, oké. Hoppakee. Kan je naar buiten. Van het balkon springen. Ja, oké. Okay. Is wel heftig. Wel heftig. Ja. Heftig. Ik denk dat we daar gewoon de deur voor moeten gebruiken. Nee, maar... Ja, oké, prima. Waar doen we de deur dan? Die moet hier komen. Hier. Het huis moet sowieso hoger. Hé, hey, pleur op, zombie. Jij bent hier niet welkom, ouwe. Het is een huisfeestje voor twee hier. Ga weg. Oké, okay, zo. En dan moet het raam moet ook wel eentje hoger. Dat we wel gewoon even ook hier mooi uitzicht hebben. Snap je? Oh, kut, de creeper. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, ja. Oké, pas op. Hij gaat nu even komen, die creeper. Die staat erachter. Hij staat achter die muur. Waar? Hij staat achter die muur. Oké, okay, we gaan pakken. Komt-ie. Kleine situatie. Is hij boos op mij? Weer een situatie. Ja, hij is ook gefocust op mij. Ik lok hem al weg. Gaat dat goed? Ja, ja goed, ik wil echt niet dat het opblaast. Echt geen zin. Nee. Oké. Max! Nee, gaat goed. Gaat goed. Max! Gaat goed, niks van dat. Hij is dood, hier, we hebben hem. Oké, dan. Het huis vliegt, dat fix ik wel. Hij is vliegt? Het huis vliegt. Oh! Hij is, nee, het huis vliegt. Waar wil je de deur? Hier wil ik een mooie dubbele deur naar het terras. Dat vind ik wel mooi. Dubbele, maar dan wordt die oneven. Niet toch? Ja, hij is 3 breed. Nee, want dat gaan we dus niet doen. Kijk, zo. Ja, oké. Okay. Ja, nee. Nee, dat is goed. Is goed. Snap je wat ik bedoel met oneven? Ja. Ja. Ik zorg wel voor een vloertje. Daar moeten we even wat aan doen, zo. Ja, komt goed. Dan doen we zo door een iets donkerder vloertje. Is het niet easy fix als het zo doen? Je kan ook een 3-dubbele deur doen. Of gewoon 1 deur. Of gewoon 1 deur, ja, dat is misschien makkelijker. Oh, sorry. Laten we daar bij nader inzien, maar toch voor gaan. Mooie dubbele deur ook gewoon. Ja, dat is toch mooi? Dan doen we dat wel als voordeur. Leuk. Ik kan zeggen, doen we ergens als voordeur wel een dubbele. Oh, dat is wel goed. Ja, is wel goed. Ja, ja toch? Hij gaat stop. Goed. Ja, je zit weer te bouwen. Ja, een mooi vloertje erin. Hier wil ik ook een balkon, man. Deze kant. Oh mijn god. Ja, je weet maar nooit waar de zon opkomt. Nee, maar het is altijd hetzelfde. Nee, maar dan hebben we aan de ene kant zonsondergang, de andere kant zonsopkomst. Ja, snap je. Dus alleen, je weet maar nooit mij waar je op het terras wil zitten. Is wel het ding dat de zon daar opkomt. Echt een mooie plek hebben we uitgekozen. Enig is zeg maar, de zon komt daar op en hij gaat daar onder. Zeg maar, dan moeten we daar ook terrasjes fixen. Aan alle kanten gewoon. Ja, gewoon terrasjes. Ik doe wel terras. Sinds ik een hele maand in LA ben geweest, wil ik veel buiten zijn, Max. Dus dat moeten we hier ook gewoon regelen. Genieten van de terrasjes. Okay, ik ga precies hetzelfde bouwen, maar dan breder. Ja kijk. En dan kunnen we hier ook een raampje doen. Zie? Maar we alleen geen glas. Heb jij zand? Denk ik niet, hè? Het is toch geen zand? Dat kan ik toch gewoon niet doen? Nee, ik heb nog geen zand. Zo. Nou, dit is toch mooi, dit. Zo. Is nice, man. Het is leuk. Dit is minder leuk wat ik nu doe, maar, you know. Als ik het zo doe, kan dat wel. Nou ja, is net niet eigenlijk, maar hey. Zo. Ja. Ja. Mijn hout is op. Oh, dat is niet handig. Even het terrasje is leuk, man. Het is leuk. Ja, het terrasje is leuk, hè? Ja, leuk gedaan. Ja, leuk gedaan. Hier nog die, nog die. Zo. Ik laat ze net dat blok zo erop wilde springen. Ja. Zo. En dan daar een raam. Ik heb alleen nog 2 deuren. We moeten even wat extra hout hakken, maar ja, wacht. Willen we weer dat avontuur naar beneden doen of? We moeten wel, hoor. Ja. Zo, dat is wel echt grijpend, hoor. Ja, het is oprecht echt. Maar, kom, trouwens, hier, kijk, dit is wel kant. Lijp. Ja, we hebben een goed huisje, hoor. Dit is echt wel nice. Het lijkt er ergens op, gewoon. Ja, het gaat wat worden, dit. Het gaat wat worden. Dit wordt gewoon de basis. Alleen een dakkie nog. Ja. En dan hebben we... Oké, wacht. Dan als ik nou gewoon hout hak, doe jij een beetje de inrichting vast. Hier heb je heel wat sneeuwballen. Hier, kan je lekker sneeuwballen gooien gewoon. Wat haal ik wel even snel hebben? Wat hout? Ja, weet ik niet. Ik ga wel iemand nog bijgooien waarschijnlijk. Ja. Ik ga wel even snel wat hout hakken hier. Kunnen we het dak maken. Trekshot met de sneeuwbal. Nee, kan je niet raken. Je staat precies onder die boom. Even kijken, oké. Waarom heb jij in hemelsnaam die furnaces zo geplaatst? Ja, weet ik veel. Ik wist niet dat we daar daadwerkelijk gingen wonen. Ik dacht, nee, dit is gewoon weer zo'n snelle drivepipe plek waar we gewoon even zijn en dan weer weg gaan. Ja.
Dat had je gehoopt, waarschijnlijk. Niet verwacht dat we echt boven op de sneeuwberg zouden wonen. Even kijken, kuutje. Kijk, ja, het werkt oprecht wel goed. Ja, het is een goede ezelsbruggetje, hoe noem je het? Ja, ezelsbruggetje. Oh, net het kuutje, there you go. Hey, die bedden. Die moest ik nog neerzetten. Ja, de bedden moeten geplaatst worden inderdaad. Kijk, doen we het dak erop. Willen we gewoon lekker buiten slapen? Zijn we echt avonturiers? Ja, prima, we gaan kamperen. Ja, toch? We hebben een huisje gebouwd. Dan zetten we de bedden gewoon... Dit zijn gewoon onze loungebedden. Oh, ja, snap dat is je? Cool. Wel even op klikken dan, want dan heb je gelijk je respawn point gezet. Ja. Welke doe jij? Hey, ja. Ik heb deze gedaan. Oké, dan doe ik deze. Prima. Zo. Hebben we gewoon ineens een huis. Hij is af. Ja. Alleen ik vind dat hier wel een normaal ding moet komen, man. Geen gate. Mijn hout was op. We bogen er niet uit. Oh. Ja, hier moet ook een normale komen. Geen gate. Is nee? Nee. Oké, prima. Ik plaats hier de venster, hoe ik dat terugplaats en zo. Hoppakee. Die gaat we hebben gewoon het terrasje hier. Wat doen we dan alleen met... Het is gewoon echt een vierkant huis hebben we. Ja, het ziet er niet uit, maar het is echt een vierkant huis. Oh, het is wel lekker... We hebben wat gedaan gewoon. We hebben het geregeld. Dit is gewoon... Kijk nou. Dit is echt wel nice, hoor. Dit is het gewoon. Je kijkt naar sneeuw. Ja, maar kijk, wacht even. Want hier gaan ze misschien cool doen. Weet je? Daar heb ik geen zin in. Dus... Laten we dat even regelen. Hey, het dak zit erop. Ja, we hebben een dakkie. Kijk, hier gaat misschien zo creeper. En dan gaat hij hier opblazen. Daar heb ik geen zin in. Dus, even kijken hoor. We kunnen het sneeuw weghakken. Dat is misschien nog sneller dan met blokken plaatsen. Or, you know. Gaat dit werken? Blijft dat gewoon? Ja, dat blijft. Nice. Hier, doen we hier, kijk, ook op de hoekjes doen we hier allebei torch. Precies. Dan op de hoekjes hier. En hier. Ja, ja man, dit wordt echt lijp. Ja, dit is goed toch? Ook, zo, kijk, papa. We willen gewoon... Dit is de no creeper zone. Ik ga ook wel helemaal vol spammen met torches. Ik wil dat gewoon echt niet, man. Daar word ik echt zagrijnig van. Creepers? Ja, en powdered snow. Ja, als het gewoon opgeblazen wordt door zo'n bounty. En zeeegels. Die zijn nog erger misschien wel. De kans dat gebeurt is ook echt heel klein. Dat je gewoon random ineens fucking zilvervisjes tegenkomt. Wat zijn zilvervisjes? Ja, dat is wat je... Oh, de zeeegels. Alright, even kijken. Waar komt onze keuken? Het ijs smelt en nu hebben we een waterval. Wat zeg jij? We hebben een waterval gecreëerd. Oh, dat is onze route naar beneden voortaan. Waar? Hier. Ja, je hebt torches geplaatst, waardoor zeg maar het ijs smelt. En nu is er een waterval. Hey, dat is fucking nice, man. Ja, nu dat was gewoon... de bedoeling ook. Hier is nog een waterval nu. Ze zijn gewoon nog meer mooie natuur aan het maken. There you go, man. There you go. Ik vind ons huis nog wel een beetje klein. Ik wil hier een uitbouw hebben. Ja, en dan wil ik... Ja? Wat is er? Wat ben je nou aan het doen? Ja, dit even fixen. Zo. Maar jij wil wat wil je? Ik wil hier een uitbouw hebben. Massive gewoon. Echt een damn too groot platform. Echt heel groot. En dan wordt eigenlijk ons huis gewoon helemaal buiten. En geen hier, dak, geen muren? Dit is puur storage. Nee, okay. Geen dak. Geen ik wil gewoon echt een mega dak. Echt helemaal zo gewoon. Ter breedte van hier ongeveer. En dan met allemaal pilaren wil ik het helemaal zo lijk maken. Gewoon een heel lijk terras zo. Echt een terras. Okay. Ja, mega. Met een keuken, buitenkeuken, chillplek. Buitenkeuken, buitendouche, alles. Alles. Okay. Snap je? Dan kunnen we Reno het laten keuren. Samen met zijn vader kan hij zeggen of hij top Reno vindt of niet. Dan laten we Reno langskomen, komt helemaal goed. Ja. Ja. Dat gaan we doen. Maar snap je? Dat gaat wel pas in de volgende video gebeuren. Okay, dan, dat vind ik goed. Dat is wel goed, okay, toch? Dan, Max. Ja, maar nu doen we ons... Waar wil je afsluiten? Waar wil ik afsluiten? Dat is een goede vraag, Max. Dat is een goede vraag. Wacht even. De deur ook echt achter je dicht, gewoon. Ja, ik ben even aan het nadenken. Even kijken. Ja, ik heb een goede plek. Kom maar mee. Ik wil echt gewoon jou niet peilen met Minecraft. Het is echt onmogelijk om jouw gedachtegang te peilen. Ja, wat dat je is nu leuk. In mijn plan bent. Ja. Ik weet het zelf ook nog niet. Het is... Oh, niet zelfsprint. There you go. Zo. Dat is hem? Sluit maar af. Ja, dit is hem. Oké. Jij mag hem afsluiten. Vind ik wel leuk. Ik sluit altijd zelf mijn video's af. Ja, oké. Wacht even. Waarom kan dat nou niet? Kan dat nergens plaatsen hier? Oh, kan dit? Nee, je bloemetje kan alleen op een dirtblokje. Oh. En die heb ik niet bij ja, me. Ja, ja, dan weet ik het al. Kijk. Wat? Moet ik eentje hoger, oké. Dus Max. Ja. Bedankt voor deze eerste aflevering op Minecraft. Het was gezellig. Het was echt leuk. Ik ging bijna dood door zeeegels en ik heb gevochten met skeletonies. Het was weer leuk, man. Was je auto vertrouwd. Beste kijkers, bedankt voor het kijken deze Minecraft video. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog op het kanaal van Walnut. Abonneren hoef je niet te doen, want dan krijg je toch genoeg abonnees uit de shorts. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer in Minecraft met Royal Lipstick. Ciao. Doei.